Vrienden, we hebben gekeken natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk hebben we gekeken. En we hebben gelachen ook natuurlijk. Ja, en of we gelachen hebben. Ja, ja, ja. Want de Johnny, ja, we kennen hem wel van de losse handjes. De Johnny, die kreeg allerlei vragen natuurlijk. Ja, en die moest daar een beetje zo op antwoorden. Dus ja, want de vraag was natuurlijk aan de Johnny van, ja, luister even goed, de Linda, die ging toen uit elkaar met de bandleider. Dat was in één keer afgelopen, die waren klaar, 6 jaar geleden. Omdat was uitgekomen, ja, dat hij, die bandleider, met zijn handjes aan allerlei meisjes en vrouwen had gezeten. Oh ja, en de vraag was dus aan de Johnny, wist jij dat ze uit elkaar gingen toen om die reden? Nou, Johnny, maar daar wist ik helemaal niks van. Nee, nee. Daar had hij, zogenaamd zou ik maar zeggen, geen herinnering aan. Dus de Johnny deed even een volle Mark Rutte. Ja. En daarna kreeg hij de vraag, want luister eens even goed. De bandleider werd toen ook 5, 6 jaar geleden toegesproken door de John. Ja, de grote baas, de grote mol van Talpa. En de vraag was aan de Johnny, wist dus de John van dit hele verhaal? Was hij helemaal op de hoogte en waarom heeft hij hem toen niet weggestuurd? Ja, nou, en ook weer de Johnny, die wist er helemaal nergens van. En daar ging hij weer, ook geen herinnering aan. En dat deed hij, Mark Rutte 2. Nou, maar goed. 5, 6 jaar geleden wist de John hier overal van. En die heeft dus 5, 6 jaar lang heeft hij die bandleider zijn gang laten gaan. Op allerlei dames en meisjes. En hij wist dat gewoon, de John. En greep niet in en gooide hem niet gelijk. Hup, hup de tent uit. Nee, dat heeft de John dus allemaal niet gedaan. Het lijkt gewoon alsof hij zich voelt als de paus. De paus, de John. Ja, want het lijkt precies hetzelfde als bij die katholieke kerk. Wat wij allemaal zo schandalig vonden. He? Dat allerlei priesters en pastoors en weet ik veel wie, dat die allemaal met hun tengels aan kleine jongetjes zaten. En dan gauw een kruis sloegen en om vergiffenis vroegen. En elke bisschop en elke paus en weet ik veel ook wie, die wisten dat allemaal, dat dat gebeurde. En keken weg. Die keken weg. En dat heeft de John van Talpa, die deed dat ook. Die keek ook weg. Ja, die liet dat allemaal maar op zijn beloop. En daarom, vrienden, als Nederland ooit meedoet aan de WK wegkijken, dan zetten wij de John in. Want die pakt zeker goud.